Het gaat nog even over pijn. Ik heb een tijdje terug een enorme schok gekregen door iets wat er in de familie gebeurde. En dat deed me zo ontzettend zeer, dat raakte me helemaal tot de kern. En daar zat het kleine kind eigenlijk, wat verwaarloosd is en niet meer wist wat ze moest doen. En toen kon ik het loslaten. Ja, fantastisch. Waaruit dus blijkt dat heel vaak dingen die gebeuren, die ons overkomen, lijken een vloek, maar konden wel eens een zegen zijn. Daarom ben ik niet zo'n fan van weerstand die de tegen dingen. Maar als er iets schokkends gebeurt, het is altijd je ego die geschokt wordt. En dat kan je wakkerder maken. Als het toelaten is. En je gaat er niet over of het wel of geen toelaten is. Maar als je dat een paar keer meemaakt, dan weet je dat als er weer iets ergs gebeurt, het is alleen maar erg voor je ego, voor je gevangenis. Niet voor wat jij bent. En dat is fantastisch. Dus dan ga je kansen zien waar je daarvoor alleen maar moeilijkheden en klachten zag. Ik kon ook de ander heel goed invoelen. Yes. Dat het beste is geweest voor die persoon ook. Yes. Al heeft het mij toen ontzettend lief gedaan. Ja. Waarmee je dus merkt dat op dat moment eigenlijk een stuk van die afgescheidenheid wegvalt. En je kunt dus je zogenaamde eigen perceptie volgen, maar ook heel makkelijk die van die anderen. En dan weet je ook, er is eigenlijk nooit iets gedaan. Dingen gebeuren, maar er is niemand schuldig of zo. Maar ik ben er nog niet helemaal uit. Oké. Okay. Want er zijn natuurlijk vervolgdingen op die we dan nog weer af en toe even kietelen. Ja, nou oké. Okay. Wees daar gewoon bewust van en neem je ervaring mee. Je hebt dat bij dat grote ding kunnen zien. Hoe het uit elkaar viel eigenlijk en je eigenlijk vrijer maakte. En we moeten die kleine dingetjes geen moeite kosten dan. Dus hetzelfde principe. Realiteit klopt constant op de deur van afgescheidenheid. Iedere keer als we eigenlijk geschokt of teleurgesteld zijn, betekent het maar één ding. Een illusie valt uit elkaar. Iets waar je in geloofde. Je Walt Disney wereldje wordt in elkaar geneukt. En dat is maar goed ook, that's the way to grow up. Maar de meeste mensen leven nog steeds met Walt Disney ideeën over relaties in de wereld en het milieu. En dan Bambi! Ja. Mijn hoofd draait, wake up. En sommige mensen maken gebruik van schokken en groeien daardoor. En anderen die klagen en jammeren alleen maar. En gaan naar therapeuten om de boel weer een beetje in elkaar te zetten. Ja, dat mag allemaal natuurlijk. Vanuit totaliteit gezien doet het ook niet naar zaken. Op individueel level denk ik altijd van ach, ach, ach. Weer een gemiste kans. Gemiste kans. Omdat er een mogelijkheid in zit. Zou ik kan voor. Ja, daar kun je ook niks in doen. Oh, zo. Als mensen een werkelijke neiging hebben om zich onbewuster te willen worden, zou het anders zijn om iedere belediging, iedere schok, ieder ding wat je echt tegenstaat, om daar niet proberen recht te praten, iets aan te doen, maar om het gewoon toe te laten. Door te krijgen dat alles wat je schokt alleen maar klopt op de illusies die je overeind houdt. Dus dat het eigenlijk hulp is waar de doorsnee mensen als een vloek of een belediging zien. Het is namelijk altijd je ego die zit te jammeren, weet je wel. Dat wat jij bent jammert nergens over. Ik ben vorig jaar ziek zeer ernstig depressief geworden, althans dat was volgens de GGZ. Uiteraard, dan gaan ze proberen je vanaf te helpen. Ik zie iedereen depressief. Heleboel. Ja, ik wist niet dat ik zeer ernstig depressief was totdat ik gediagnosticeerd werd. Toen was het waar ineens. En toen had ik 5 minuten een intakegesprek met de psychiater en die zei mevrouw, als ik u zo beluister, u komt hier niet zonder medicijnen uit. Echt, no way. No way, wat gaat gebeuren? Dat weet ik niet, maar ik heb niet echt een voorkeur voor. Ik wil eerst proberen om dat zonder medicijnen te doen. Ik ben al zo afgevlakt. Ik heb het idee dat als ik antidepressief heb gezien, dan heb ik helemaal als een zombie hier rond. Nou, toen ben ik, zeg maar, was half oktober, zeer ernstig depressief. Heel erg was dat. In januari was het licht depressief, zonder medicatie. Nou, sla ik mezelf niet over de borst, maar dat heb ik gewoon, ja, is gebeurd.
Er zitten in Nederland heel veel mensen. Ja, daar heb ik geen oordeel over. Ik wel. Ik heb wel ervaren dat je in die state of mind bent van zeer en depressief, dat dat geen pretje is. Nee, dat klopt. En toch, het leuke ervan is, als je depressief bent, dan begin je de realiteit een beetje te zien. En daarom is het zo jammer dat ze mensen vol met pillen duwen in plaats van ze er even doorheen te duwen. Ja, dat is in mijn geval, dan zijn mijn psycholoog al. Ja. Ik heb haar wel nodig gehad in dat project. Zo heb ik het ervaren. Ja, En nu zit ik weer in een andere fase, heb dus dan weer een ander label opgeplakt. Het heet hypomaan. Ze zijn altijd wat en vast worden daar ook pillen bij. Nee, eerst wel, je zou het niet doen worden. Ik vind trouwens eigenlijk wel een eendimensionale bekendheid. Ja, ga het eerst eens doen voordat je daar conclusie over trekt. Misschien lithium zei hij, nou, laat maar even zien. Geef maar kickboxen. Ja. Waarom overkoop mij lithium? Dat denk ik natuurlijk ook allemaal. Ja, dat denkt iedereen even. Ja, waarom heb ik het weer? Ja. Maar het heeft me ook wel iets gebracht, geloof ik. Dat ik wel heb gezien van, ja, het is iemand in die periode van de depressie, dacht ik van, nou, ik wil gewoon dood en klaar. En nu wil ik helemaal niet dood. Ja, en dat is vooruitgaan? Nou, in zoverre dat ik niet meer actief met zelf. Ja, maar daarom zei ik dus net, waar we even fijn uiteraard langs heen geven. Iemand die depressief is, die laten we zeggen, die begint één oog open te krijgen. Die begint in te zien dat al zijn Walt Disney ideetjes niet deugen. Omdat hij niet doorgaat, zou ik maar zeggen, dus nog een paar stappen zet, komt hij niet aan de andere kant van de streep en leidt het dus tot allerlei onrustgevoelens en dan maak ik me van kant. Waar het over gaat is dat het ego op het punt staat te sterven. En wat doen al die hulpverleners als ze zo de winter daar weer bij vandaan hebben? Want dat moeten we niet hebben, want dan hoor je niet meer bij de kudde. Oh, wacht even, en we willen geld aan jou verdienen. Farmaceutische industrie, jongen, in 3 jaar tijd is de antipsychotica, antidepressiva met 1500% de verkoop daarvan gestegen. Maar er zijn niet, en niet alles draait om juist van. Ja, onthoud die. Die 1500% vermeerdering van die medicijnen, het heeft niks met verlichting te maken, maar het is gewoon leuk om te vertellen, heeft niet gezorgd voor 1500% daling van het aantal psychoten en depressievelingen. Waar het wel toe geleid heeft, is dat er een aantal gasten nu 18 auto's hebben en ze hadden er maar 16. Stel dat je motherfucking idiots, allemaal, iedereen, weet je wel, en dat maakt verder niet uit, alleen maar in de context van waarheid. Al die pillengevers, van of je nou naar de psychiater gaat of naar de dealer op de hoek, daar zou ik liever heen gaan, maar goed. Het is allemaal hetzelfde. Weerstand, onderdrukken, afleiden, in het hok blijven. Daar gaat het over. En iedereen zal je proberen in het hok, in de droomstaat te houden. En zodra iemand dus afwijkend gedrag begint te vertonen, dan moeten er psychologen opgezet worden, therapeuten, meditatiegroepjes, pillen, maakt niet uit. Kralenkettingjes, hoe heet het, mana. Something om de boel weer te dempen en in het geheel te krijgen. Nou, degene die bevrijding wil, die moet precies de andere kant op. Die moet keetschoppen. Die moet de uitgang vinden, die moet zich door de tralies heen bijten. Zo simpel is het. En uiteraard ga je daar niet over, maar het is wel handig om dit een keer te horen. Want dit hoor je bijna nergens. En daar is een reden voor. Wat is die reden dan? Dat mag je zelf even uitzoeken. Een kudde is makkelijker te verplaatsen dan al die mensen alleen. Dat zal de reden zijn.
wanneer je... Waarom zou iemand een kudde willen verplaatsen tenzij hij macht wil? Juist als je macht wilt, dan wil je iedereen in de kudde houden. Exact. Maar het wordt al vreemd gevonden als je alleen op vakantie gaat. Ja, exact. Als oud mens. Ja, als jong mens. Ja, dat hoort toch niet. Ja, nou, zodra je kan dus jij hoort... dat dan leuk vinden? Ja, dat vind ik heel erg leuk. Ik kan me voorstellen. Zodra je dus hoort, het hoort zus of zo, weet je dat de schapen aan het laten zijn. Niks hoort namelijk op een bepaalde manier. Het is alleen maar een kwestie van numbers. De meeste mensen doen het zo, dus dat is goed. Nee. Het geeft aan hoe diep de massapsychose is. Dus je merkt dat vrij snel, zodra je inderdaad ergens afwijkt, het maakt niet uit op welk terrein, dan krijg je gelijk gesputter om je heen. Of innerlijk al. Want heel veel hebben we verinnerlijkt, dus heel veel dingen die we zouden wensen, of waar we eigenlijk geen zin in hebben, dat durven we al niet eens aan onszelf toe te geven, want dan slaat de paniek je al om het hart, vanwege het gevaar uitgestoten te worden. Ja. Nou, degene die waarheid of vrijheid wil, wordt liever uitgestoten. Ik zeg niet dat dat zal gebeuren, blijkt namelijk een waanidee. Maar die wordt liever uitgestoten dan dat hij in de gevangenis blijft zitten. De meeste mensen, godzijdank, willen helemaal niet vrij zijn. Dus de kudde zal altijd genoeg zieltjes hebben. Waarom godzijdank? Dat regelt zichzelf en dat is voor de kudde toch fijn. Het maakt mij niet uit. Dank je. Dus als de meeste mensen het fijn vinden om zo die kant op richting afgrond te rollen. Dat is toch top, als ik me niet meeg. Ik mis empathie, ik mis liefde in je verhaal. Dit is de hoogste liefde, ik kom vertellen hoe het is. Wat zeg je? Het is mooi.